gele hesjes. Gele hesjes zijn mensen die aan de onderkant van de samenleving. Hoor je het in het, dat hoor je in het nieuws en in de talkshows. Besef je wel wat je zegt? Mensen aan de onderkant van de samenleving, wat een arrogantie. Dit is exact het probleem. Mensen in een comfortzone die neerkijken op anderen. In een hokje willen duwen. Zoals ook in het hokje links en rechts wordt geduwd. Of in het hokje racist als je het niet eens bent met het migratiepact of met het immigratiebeleid. Terwijl het allemaal een kwestie van kennis is. Kennis van de mens en van de evolutie. Dit is de essentie van het verdeel- en heerssysteem. Chaos creëren, kennis achterhouden, mensen in hokjes duwen, tegen elkaar opzetten en ondertussen financieel uitkleden. En dat zijn we zat. De gele hesjesbeweging zijn een groeiende groep mensen van vlees en bloed zoals jij en ik. En dat moet duidelijk zijn. Ik moet even bijblijven. Deze spelletjes doorzien en het spuugzat zijn. De gele hesjes zijn de steunpilaren van onze samenleving. Mensen die onze straten maken, broodjes bakken, voor de klas staan, zorg verlenen en ga zo maar door. Wij, het gele volk dus, het gehele volk dus, wordt gegijzeld door het systeem. Alleen heeft het overgrote deel het nog niet in de gaten dat ze het verkeer, achter het verkeerde vaandel aanlopen. We worden bij de neus genomen. We worden, ook de mensen bij de politie, het leger, we worden allemaal uitgekleed. Inderdaad. Ja. De politie en het leger die onlangs na protest weer een tijdelijk zoethoudertje hebben gekregen. Vroeg of laat worden zij hier ook van bewust. Zoals in Frankrijk het geval is. We leven in een overgangsfase. En in de evolutie waarin de leugen plaatsmaakt voor de waarheid. Alle schandalen die komen aan het licht. Ook zo onze democratiefars. Het is gewoon één grote leugen. Het is maar een klein groepje wereldwijd die aan de touwtjes trekt. Laat dat even duidelijk zijn, hè. Het is maar 1% van de mensheid dat al het geld van ons beheert. En wij worden afgeknepen. Precies. En zij moeten nu het veld gaan ruimen. Het systeem is failliet. En Nederland straks ook als we nu niks doen, mensen. Wij, het volk, wit, bruin, geel, rood, dik, dun. Burger of agent, laten wij ons verenigen. De tijd is gekomen om nu op te staan. Het is tijd, mensen. We kunnen. De tijd is gekomen om nu op te staan. We kunnen samen het systeem breken. Laten we samen aan een nieuwe wereld gaan bouwen. Het is tijd, mensen. Power to the people. Ik dacht dat wij een volksvertegenwoordiger hadden. Ja, die hebben we niet. Waar is de lul dan? Hé, Rutte, waar ben je? Hij is toch op tv met een geel hesje? Hij heeft geen nul van de Nederlandse bevolking. De man leeft in een buk. Hij zit op zijn lala-wereld. Hij gaat een programma van Marrakesh tekenen. Zijn wij daarover iets gevraagd? Nee! Hebben wij dan een democratie? Nee! Luistert hij dan naar het volk? Nee! Amen. Nou, wie luistert wel?